Het groene veld is middelpunt geworden van een conflict waarbij de emoties hoog oplopen. De huisartsenpraktijk Nobelhorst wilde graag een nieuw gezondheidscentrum bouwen. Maar een hoop omwonenden zijn daar fel op tegen. Zij willen het groene veld graag in de huidige vorm behouden als groot grasveld. In eerste instantie leken de buurtbewoners gehoor te vinden bij een groot deel van de gemeenteraad. Verschillende partijen stelden een motie op met de titel Behoud het groene veld. Maar inmiddels hebben raadsleden een sessie achter de rug waarin ze zijn geïnformeerd over de gevolgen van een alternatieve plek voor het gezondheidscentrum. Dat zou miljoenen meer gaan kosten en de bouw flink vertragen. De tekst van de motie is nu aangepast en het woord behoud is uit de titel geschrapt. Partijen die de oproep steunen vinden dat niet alleen naar alternatieven voor het gezondheidscentrum gezocht moet worden, maar ook naar alternatieven voor het groene veld. De huisartsen geven signalen, de bewoners geven ook elke dag signalen af over wat zij vinden. De volksvertegenwoordigers zijn nu juist gekozen om een afweging te maken. Ik vind dat als raad, als je goed in positie wil komen, moet je ook weten, zijn er alternatieven voor het groene veld in de huidige vorm waar al die activiteiten in de buurt plaatsvinden. Over de motie moet nog gestemd worden, maar op voorhand is al duidelijk dat deze de steun krijgt van een meerderheid van de gemeenteraad. Volgens de ChristenUnie betekent dat niet dat nu al gezegd wordt, wij kiezen toch voor de bouw van het gezondheidscentrum ten koste van het veld. Nee, dit is een signaal dat we het burgerinitiatief heel serieus hebben genomen en ook duidelijk een afweging willen maken van beide alternatieven als die er zijn. En dan zal de politiek inderdaad een beslissing moeten nemen. Maar die bewoners, die willen eigenlijk geen alternatieven. Die willen die plek behouden. Dat merk ik dan ook. Dat is hetzelfde als de huisartsen in principe ook geen alternatief willen, want die willen namelijk de suggestie nummer 1 die in de brief staat. Dus ja, dat gaan we dan vanzelf merken, maar daar moeten we dan een afweging in maken.